Zie je niet, goed, meneer Van Rijn, dat u een FNV-speltje heeft opgeprikt vandaag? Dat is mijn gouden spel, want ik ben al meer dan 40 jaar lid. Dank voor uw woorden. Ton Heers zal ook nader op het podium komen en die gaat daar ongetwijfeld op reageren. Net zoals we geen actie om de actie voeren, willen we ook niet praten om te praten, maar we willen wel wat bereiken samen. En dat is het stoppen van de bezuinigingen. En ik heb naar u geluisterd, maar mijn vraag is toch wel, er zijn de afgelopen 2 jaar al 65.000 mensen in de zorg ontslagen. Wij kunnen wel praten, maar wat zegt u tegen die mensen? Als de zorg verandert, dan gaan er soms banen af en dan komen er weer banen bij. En als we de toekomst van de zorg ook geschikt kunnen maken voor onze kwetsbare ouderen, dan moeten we ook kijken hoe we die zorg anders organiseren. Dichter bij de mensen, meer rekening houden met persoonlijke omstandigheden, misschien geen grote organisatie, maar meer kleinschaligheid, minder bureaucratie, minder verspilling. Dat geeft ook werkgelegenheidsproblemen. Laten we daarom samen op tafel gaan zitten hoe we die problemen kunnen pakken. En dat we weer een toekomst voor de zorg maken, ook voor de mensen die nu hun baan kwijtraken. Wij staan hier vandaag omdat het zaterdag is voor Prinsjesdag. We staan hier niet omdat we het leuk vinden of omdat we eigenlijk iets anders doen, maar het is de zaterdag voor Prinsjesdag. En het is een belangrijke week voor jullie in Den Haag. Nou horen we al wekenlang dat het goed gaat, de economische groei, lastenverlichting komt eraan, er zijn weer miljarden om uit te delen. Kunt u daar wat over zeggen? Kunt u gaan stoppen met het bezuinigen op de zorg dan? Nou, ik kan er natuurlijk niet te veel over zeggen op Prinsjesdag, dat komt allemaal nog, maar het is wel zo dat wij met elkaar ook een plan hebben gemaakt om bijvoorbeeld de kwaliteit van de instellingszorg verder te versterken. En ik heb goede hoop dat na Prinsjesdag over die kwaliteitsimpuls voor bijvoorbeeld de verpleeghuizen, dat daar een paar goede berichten in staan. Maar laten we dan dit eens even afwachten. Ik denk dat wij Prinsjesdag vol verwachting zullen afwachten. Dat wij komende week vol verwachting zullen afwachten. Maar er is wel één ding, en dat merk ik, dat heel veel mensen gewoon bezighoudt. U zegt heel vaak, we moeten de zorg anders gaan organiseren. We moeten dingen anders organiseren. Maar de beleving van heel veel mensen is, van ouderen, van gehandicapten, van zieken, van mensen die in de zorg werken, dat het niet anders wordt, maar dat het vooral minder wordt. Nou, als je naar het geld kijkt dat we aan de zorg uitgeven, dan geven we de komende jaren nog steeds elk jaar meer geld uit aan de zorg. Maar ik vind wel dat die zorg anders georganiseerd moet worden. Meer rekening houden met mensen. Dichterbij, minder verspilling, minder bureaucratie, minder grootschaligheid. Ik hoor dat ook wat in de petitie staat. Dus als we nou elkaar zo dicht genaderd zijn, dan zou het toch zonde zijn als de FNV aan de zijlijn blijft staan en niet met mij aan tafel komt om samen die toekomst te maken. En ik roep daar nog een keer toe op, FNV, kom aan tafel. Staatssecretaris Van Rijn, mag ik u hartelijk danken voor uw komst. Dank u wel. Ziet dat iedereen die zorg nodig heeft of die in de zorg werkt, uw steun nodig heeft. En daarom zijn we hier, en dit is ook een signaal aan het kabinet en aan de Kamer. Want het moet anders, we moeten stoppen met de bezuinigingen en het is tijd dat Van Rijn gaat ingrijpen. Want wie is de zorg? En waar is de zorg? Komende week is een belangrijke week. Want staatssecretaris Van Rijn, die gaat er eigenlijk niet over. Uiteindelijk gaat er de Kamer erover. Dat zijn de politieke partijen. We leven in een democratie. Dus daarom hebben wij de Kamerleden gevraagd van alle partijen om hier aanwezig te zijn. We hebben inmiddels op het Damrak Henk Krol gehad, want die moest naar Radio 1 omdat hij ons ook ondersteunt en de zorg ondersteunt. We hebben de uitnodigingen naar deze 60 VVD en het CDA ook gestuurd. Die vonden het nodig om niet te komen. Nou, dat is ook een keuze. Maar dat zullen zij natuurlijk weten de komende week. Want zij kunnen dit signaal vandaag
absoluut, dat zullen ze moeten oppakken. Want u bent met veel en achter u staan al die 800.000 mensen die de volkspetitie hebben ondersteund. Dus de beweging is heel groot. Echt heel groot. Er zijn wel Kamerleden vanuit de Partij van de Arbeid, van het GroenLinks en van de SP. Ik zou ze graag het podium op willen roepen en geef ze een hartelijk applaus. Het is Chris Tellemo van de Partij van de Arbeid. Linda Voortman van GroenLinks. En Emiel Roemer van de SP. Welkom. Beste Kamerleden. Het wordt een hele belangrijke week volgende week. U ziet al deze mensen voor Red de Zorg. Wat is uw boodschap aan deze mensen? Ja, het kabinet zegt dat de zorg dichterbij moet worden georganiseerd. Maar bezuinigt ondertussen wel de thuiszorg voor een groot deel weg. Is dat verstandig? En het kabinet zegt wel dat ze meer over wil voor professionals. Maar die krijgen wel met steeds meer bureaucratie te maken. Is dat verstandig? Is het dan verstandig dat mensen soms in hun eentje een hele afdeling moeten doen? Ik wil dat er meer geld overkomt voor mensen die werken in de zorg. Ik wil dat geld voor de zorg ook echt naar de zorg gaat. En ik wil dat er nu wel eens een keer wat gedaan wordt aan de bureaucratie. Dat is waar GroenLinks zich sterk voor maakt en zich sterk voor blijft maken. Dankjewel, Linda Voorman. Chris Tellemo van de Partij van de Arbeid. Al deze mensen voor Red de Zorg. U zit in de Kamer naast de Partij van de Arbeid. U kunt ook het verschil maken, ondanks dat Van Rijn nu nog niks doet. Wat is uw boodschap aan deze mensen? Nou, mijn boodschap is, ik kom zelf uit de zorg, dus ik weet heel goed wat het betekent om in de zorg te werken. Er zijn meer dan 70.000 handtekeningen opgehaald voor deze petitie. En dat laat zien, 700.000, sorry. Dat laat zien hoe belangrijk wij de zorg vinden voor de ouderen en voor de gehandicapten. En die zorgzekerheid, die moet er gewoon blijven. En daar strijden wij net zo goed voor. Daarvoor strijden wij zij aan zij net zo goed met de anderen. Maar wij willen ook dat de toekomst in Nederland de zorg kan bieden aan de generaties die naast ons komen. En daarom willen wij dat we zorgen dat het betaalbaar blijft en dat het bereikbaar blijft. En we zijn inderdaad daarvoor. Ik wil u nog iets vragen. En dan vragen wij even of het publiek ook even uw antwoord afwacht. Wij hebben onderzoek laten doen door Maurice de Hond. Onder alle politieke partijen. En hebben de volkspetitie voorgelegd. En gezegd van, wat vindt u nou als kiezer van bijvoorbeeld de SP, Partij van de Arbeid of de VVD? En breed uit, vanuit alle kiezers, vanuit al die partijen die zeggen allemaal, we moeten stoppen met die bezuinigingen, die FNV met die brede beweging heeft eigenlijk groot gelijk. 92% bij de Partij van de Arbeid, die we hebben onderzocht, vindt dat ook. Wat is uw boodschap aan de PvdA-kiezer? Nou, mijn boodschap is dat we moeten stoppen met de verspilling in de zorg, met de bureaucratie, met de overheid. En dat kun je alleen maar doen door zuiniger te zijn in de zorg. Dank je. Ruim 15.000 mensen, wat is jouw woord? Allereerst, wat verschrikkelijk goed dat jullie er zijn allemaal. En met jullie 800.000 Nederlanders die het getekend hebben, chapeau, dit is hard nodig. Ik hoorde de staatssecretaris zeggen, de zorg moet veranderen. Ja, dat klopt. Laten we daaraan beginnen met z'n allen. We schaffen de zorgverzekeraars af. Thuis op de zorg krijgen die ze verdienen en de mensen die er werken, het loont dat daar thuis bij thuis wordt. De afgelopen jaren, de enige banen in de zorg die erbij gekomen zijn, dat zijn externe adviseurs en dure managers. Daar moet het geld helemaal niet naartoe. Daarom, laten we zorgen dat er een publieke zorgverzekering komt. Dat mensen recht hebben op thuiszorg, op ondersteuning. En de mensen die daar werken recht hebben op normaal salaris. Dus vandaag is een start.
we gaan door tot we dit voor elkaar hebben. Vragen voor de Kamerleden, want zoals gezegd, het is een hele belangrijke week volgende week. En die 800.000 mensen hebben die volkspetitie niet voor niets getekend. Daar liggen een aantal eisen onder. Een aantal eisen die allemaal moeten worden ingewilligd. En een van de belangrijkste eisen is dat we moeten stoppen met de bezuiniging in de zorg. Want dat leidt tot ongelukken, kwetsbare mensen die worden geraakt. En onze motie is ook stoppen met de bezuinigingen en ik zou aan de Kamerleden willen vragen. Steunen jullie de motie de komende weken, ja of nee? Linda. Dat zullen we zeker doen. De afgelopen jaren is er inderdaad al 3 miljard op de zorg bezuinigd en ook nog eens 1 miljard op de sociale werkvoorziening. Dat is ook werk, dat is ook iets waar ook veel kwetsbare mensen de dupe van zijn geworden. Als we nu nog meer gaan bezuinigen, dan gaat het allemaal nog veel verder weg van baas. Wij zeggen, je moet juist voor zorgen dat mensen in de zorg hun werk kunnen blijven doen. Dat ze zich kunnen blijven inzetten voor mensen die zorg nodig hebben. Voor chronisch zieken, voor gehandicapten, voor ouderen. En dan past het niet om te bezuinigen op de zorg. Dus wij zouden zo'n motie zeker steunen. Dankjewel, Linda Voorman. Grace, stoppen met de bezuinigingen. Dat leidt tot ongelukken. Kwetsbare mensen in hele kwetsbare posities. Die niet meer de zorg krijgen die ze verdienen. Dus wij zeggen, stop nou met de bezuinigingen. Denk even goed na hoe we het anders moeten doen. Nou, om te beginnen heeft iedereen recht op zorg. En ook op goede zorg. En ik heb u net ook al gezegd, laten we ook niet vergeten dat er heel veel geld is gereserveerd om wijkverpleegkundigen aan het werk te laten gaan. We hebben vertrouwen in de zorgprofessionals. Maar ik heb het net ook al gezegd, alle bureaucratie, alle verspilling. Dat kost ook geld. Daar kun je best op bezuinigen. Dankjewel, Kees. Emiel, stoppen met de bezuinigingen, de motie indienen en de Kamermeerderheid vinden. Ja, dat was dat laatste maar waar. Natuurlijk moeten we stoppen met de bezuinigingen. Maar ik hoor zojuist, en laat Nederland dat ook eens even weten. Er werd gezegd, iedereen heeft recht op zorg. Was dat maar waar? Er is heel veel zorg naar de gemeentes gegaan. En daarom is het recht op zorg verdwenen. En die recht op zorg moet dus juist terugkomen. Dus er is heel veel te doen. Het FNV heeft dat heel duidelijk uitgerekend. Er zijn 65.000 banen in de zorg verdwenen, terwijl die mensen zo verschrikkelijk hard nodig zijn. Heel veel mensen zijn aan hun lot overgelaten. Wij laten onze ouderen niet zo in de steek, zoals het kabinet het afgelopen tijd gedaan heeft. En daarom investeren in de zorg en stoppen met bezuinigen. Dankjewel. Zoals we die hebben gehad, gaat over de arbeidsvoorwaarden, de banen van mensen die in de zorg werken. Wat zien we op dit moment? 65.000 mensen zijn hun baan al verloren. Wat zien we op dit moment? Mensen worden gedwongen om loon in te leveren. Wat zien we op dit moment? Mensen worden gedwongen om als zelfstandige aan de slag te gaan, omdat je anders ontslagen wordt. Wat zien we op dit moment? Verdringing. Mensen, professionals, opgeleide professionals worden ontslagen en dan moeten vrijwilligers voor terugkomen om hetzelfde werk te doen. Dat willen we niet! En daarom willen wij voorleggen een motie aan deze politici die gaat over echte banen in de zorg. Echte banen in de zorg, dus een eind maken aan de loonbug, een eind maken aan de verdringing, een eind maken aan die massa-ontslagen en een eind maken aan de gedwongen zelfstandigheid. Linda Voortman. Hoe zou GroenLinks daarop stemmen? Wij zouden daar natuurlijk voor stemmen, maar ik kan je ook wat vertellen dat vorige week hadden wij een debat over Red de Zorg. En daar heeft de SP ook samen met GroenLinks al een motie ingediend tegen loondumping. Dus die motie hebben wij toen ingediend. Kon helaas op dat moment niet rekenen op een meerderheid. Een andere motie, die ik als GroenLinks samen met de SP heb ingediend, ging over de huishoudelijke hulptoeslag. Dat kleine beetje extra geld dat vorig jaar geregeld werd voor gemeentes om banen in de huishoudelijke hulp te behouden. Daarvoor wordt nu een deel ingezet door gemeentes om mensen te betalen die niet volgens de CAO betaald krijgen. Ik vind dat dat niet kan. Geld voor de zorg moet naar zorg gaan. En mensen die
die zorg doen, die moeten gewoon volgens de CAO betaald krijgen. Dus ik zou deze motie steunen, maar weet ook dat wij ook al heel veel van dit soort moties hebben ingediend en zullen blijven indienen. Dankjewel, Linda! Grace, jij bent van de Partij van de Arbeid en jij kan het verschil maken. Jij kan het verschil maken. Hoe zou de PvdA op zo'n motie reageren? Nou, laat ik vooropstellen dat uiteraard arbeidsverdringing, daar zijn wij ook niet van. En dat weet u. En wij willen ook niet dat vrijwilligers en mantelzorgers zaken overleggen van professionals. Want professionals hebben een vak geleerd. Het is heel duidelijk dat vrijwilligers en mantelzorgers een heel andere taak hebben. Dus geen arbeidsverdringing. Natuurlijk zijn wij voor goede zorg. En dat heeft ook nooit iemand. Ik hoor een ja! De punten zoals jij ze net genoemd hebt, ik ben tegen verdringing, ik ben voor goede zorg, ik wil niet dat vrijwilligers en mantelzorgers taken overnemen van professionals. En ik vind ook dat mensen die verplicht als ZZP'er moeten terugkomen, dat dat niet goed is. En dominee Asje doet er ook alles aan om daar tegen te vechten. Mensen hebben recht op CAO-loon en ik geloof dat Maarten van Rijn ook al Ton Heers heeft opgeroepen om samen om de tafel te gaan en er wat aan te doen. En daar reden wij ook om. Dankjewel Grace voor jouw antwoord. Kijk, ik denk dat het knelpunt er ook zit in dat er zo ontzettend veel bezuinigd wordt op dit moment. Het moet uit de reet of de reet komen. Dus gemeenten krijgen minder geld voor de thuiszorg, instellingen, gehandicaptenzorg, verpleeghuizen, GGZ krijgen minder geld voor de zorg. Dus linksom of rechtsom, of er gaan mensen uit, of je moet salaris inleveren. Dat is ongeveer wel een beetje de opties die je hebt. Ja, maar er zijn ook, als je kijkt naar toen er vorig jaar geld over was op de Rijksbegroting, ging dat wel naar de BMO. Prinsjesdag. Ik hoop en ik denk dat daar ook meer komen en meer voor de zorg. Ik heb echt het vertrouwen in, zeker als FNV ook weer aanschuiven, dat we het gewoon heel goed met elkaar de resultaten kunnen komen. Oké, nou de FNV is eigenlijk wel bereid om aan te schuiven, maar wel als we dan ook resultaten kunnen zien. Heb je horen? De SP, de motie, tegen de Lokke, tegen de aanslagen. Hoe zal jij daarvan zeggen? Ja, ik precies wat Linda zei. Ja, de collega's in de SP. Niet eens een hoog salaris hebt, dat je dat horen krijgt, je mag 25% of 30% inleveren of je baan verliezen, dat staat nergens op. Dat moet natuurlijk geregeld worden. We hebben ook voorstellen gedaan voor een gemeentelijk basispakket. En in een gemeentelijk basispakket ligt gewoon juridisch tegen daar de tarieven vast, zodat er geen loondump kan zijn. En ik heb ook verpleeghuizen gezien waar activiteiten begeleid is, omdat een normale voorwaardige goede baan is eruit gegooid worden. En dezelfde dag vragen zijn de vrijwilligers bang, kunnen jullie die vrijwilligers sturen? Kan we ermee? En als ik de Partij van de Arbeid hoor, wat ze dan eigenlijk ook willen, dan kunnen ze maar één ding doen, kabinet opblazen en nieuwe verkiezingen uitschrijven. Want er wordt natuurlijk gezegd, er is zoveel geld in de zorg. Maar de zorg wordt niet op de goede manier besteed. Zorgverzekeraars maken enorme winsten. Dat moet dus stoppen. De bureaucratiseerde zorg. Eindeloze regels, dat kost geld. De megasalarissen van de bestuurders in de zorg. Ook dat is iets wat we niet meer willen zien. Geld voor zorg moet naar zorg. Een hele belangrijke. Die we ook in de Kamer de meerderheid voor willen zien. Dus de vraag aan de Kamer is: geld voor zorg moet naar zorg. Ja, ik heb de afgelopen tijd gezien dat er geld ging naar allerlei reclamespotjes van zorgverzekeraars. Willen wij dat? En ik heb gezien dat het ministerie van VWS een reclamespotje had waarin het voornamelijk van alles gedeeld zou worden in de zorg. Willen we dat? Dat is een leuke campagne. Thuiszorgmedewerkers, naar mensen die keihard werken in de zorginstellingen. En
geld voor de zorg moet naar zorg. Dit akkoord, dankjewel. Kees. U had het net over Lodewijk Asscher. Lodewijk Asscher zegt, heeft allerlei plannen als het gaat over die echte banen. Maar wij willen ook dat die megasalarissen van de bestuurders, dat dat eigenlijk eens wordt aangepakt. En dan wordt er een wet aangenomen die ervoor zorgt dat nog 7 jaar, jarenlang, er nog steeds megasalarissen betaald worden. Wij maken ieder jaar hebben wij een overzicht van de 50 meest verdiende topbestuurders in de zorg. En ook dit jaar zijn er weer mensen die er procenten bij krijgen, terwijl aan de andere kant de echte zorgmedewerkers eruit moeten. Wat vindt u daarvan? En dat is mijn eerste vraag. En dan zou je toch moeten stellen, dat moet niet meer gebeuren. We moeten ervoor zorgen dat het geld gewoon naar zorg gaat. En daar moeten we afspraken over maken. Nou, geld voor zorg moet inderdaad naar zorg. En ik wil ook niet dat de wet nog meer in topinkomens en dat het zo lang duurt. Maar het is wel zo dat mensen die nu worden aangenomen, gaan van dat verdienen wat kleiner wordt. Je ziet ook stadsgemeentes die zeggen, wij geven jullie geen geld, dus we moeten de salarissen te laag brengen. Dus daar zijn we met elkaar eens, we vinden bij elkaar. Al die managers in de zorg, als het minder kan, moet dat ook minder. En wij hebben samen met de SP ook een motie ingediend om dat te doen tegen die overhead. Het is gewoon belachelijk, het verschilt van geld. En er was een grote meerderheid in de Kamer die daar dan tegen stemde. Dus wij vinden elkaar op heel veel punten. En we zijn het er ook over eens dat goede zorg moet goed zijn, betaalbaar zijn, maar ook graag betaalbaar en bereikbaar voor de mensen die naar ons komen. Een van de problemen die wij zien is dat gemeentes de vrijheid hebben om het zorgbudget naar eigen gelang te besteden. En dat sommige gemeenten bijvoorbeeld zeggen, die thuiszorg, die heeft u helemaal niet nodig. Dat is geen recht. Nee, wij zeggen als gemeente, we schaffen het af. Wat vindt u daar dan van? En is dat dan niet een reden dat het bedrijf van arbeid zou moeten zeggen, daar gaat dat geld dat bedoeld is voor de zorg ook gewoon doorwerken? Nou, dat mag de gemeente ook helemaal niet doen op die manier. De gemeente moet kijken wat... Ze doen het wel. Ja, maar dat komen ze gewoon niet doen. De gemeente moet kijken wat iemand nodig heeft en ze moeten dat gewoon leveren. Als gemeentes dat niet doen, dan doen ze het gewoon niet goed. Maar neemt u dan met ons de handschoen op om dit uiteindelijk in de Kamer te gaan regelen? Want de Partij van de Arbeid, u ziet dit ook. Kunnen we dan met elkaar zeggen, laten we het dan weer ophouden en echt afspraken maken? Want Van Rijn zegt het verlopen heersbaar, het gaat goed, maar we zien het in de gemeentes, we zien het in de organisaties, zien we het misgaan. We zien het van kwetsbare mensen misgaan, dat zien we ook. Kan ik dan rekenen op uw steun? U kunt sowieso wel rekenen op steun. Mijn collega Otterin van Dijk is altijd bezig om de zorg beter te maken. We proberen er ook echt in op te trekken, vaak met inderdaad, heel vaak met mensen. En wij doen daar ook echt in wat wij kunnen. En dat geld voor de zorg moet gewoon voor de zorg zijn. Dus we staan nog even tussen. Dank u wel. Emiel, geld voor zorg moet naar zorg. We moeten het oormerken. We moeten wat doen aan die bureaucratie. Die megasalarissen moeten we mee stoppen. Wat doet de SP? Wat zegt de SP? Kijk, als je daadwerkelijk vindt dat geld van de zorg naar de zorg moet, dan moet je eindelijk eens een keer erkennen dat de zorg geen markt is. We stoppen met marktwerking, dat is één. De tweede, je zegt heel terecht, daar hadden we het ook al over, daar gaat geld naar gemeentes. Maar gemeentes besteden dan misschien ook al lantaarnpalen. We zien gemeentes, een kwart van de gemeentes die gewoon zegt die thuiszorg laat maar zitten. Daarom zorg voor een gemeentelijk pakket waar mensen het recht op zorg hebben. Recht op thuiszorg, recht op dagbesteding. Dat gewoon wettelijk geregeld is. Dat is de enige manier. En stop nou met die zorgverzekeraars. Dat zijn de grootste boosdoeners die met het geld aan het strooien zijn in eigen zakken. Dat ligt elk miljard op die plankje bij de zorgverzekeraars. Dankjewel, dankjewel Emiel. Mag ik nog een hartelijk laatste applaus voor de Kamerleden die we een hele belangrijke boodschap meegeven. Red de zorg! Want wie is de zorg? Waar is de zorg? Dankjewel, dankjewel.